Beste sportvrienden, helaas kon ik er vanavond niet bij zijn. En ook onze sportlaureaat 2011 heeft moeten passen. Daarom stuurde de sportraad en de sportdienst Jan en Mark op pad. Samen met de schepen deelden zij de prijs uit en maakten ze een leuk interview. Jan, ik hoop dat de Greg thuis is, want na een drukke trainingsweek zou het wel eens kunnen zijn dat we voor gesloten deuren staan. Maar in elk geval, tussen zijn training en de ronde van Mallorca, hebben we misschien kans dat we hem thuis vinden. Ja, ja. Greg heeft uiteindelijk toch wel wat gewonnen voor voorbije jaar. Ik hoop dat hem inderdaad nog niet te lang laat wachten, want het is stevig als het vriezen. Onze zoektocht naar de sportman van het jaar. Ik zou voor de gemeente Arlaren, via de wegen. Goedenavond. Hallo, goedenavond Greg. Hallo. Mogen wij er even binnenkomen? Ja, ik kom er binnen. Oké, bedankt. Greg, ik denk dat je weet waarom dat we weer komen aankopen zijn. Ik heb een klein vermoeden, ja. Ik denk dat het met sport zal te maken hebben, hoop ik. Inderdaad, wij hebben met de sportraad van Berlaren een unanieme beslissing genomen dat jij de sportlaureaat wordt van 2011 voor de gemeente Berlaren. Amai, dat is goed nieuws voor mij. Verrassend? Toch een beetje wel, ja. Ik was toch een beetje verschoten. Wat betekent dat voor u, sportlaureaat zijn van de gemeente? Ik denk dat dat altijd een hele prestatie is. Als je de wedstrijd rijdt, zit er natuurlijk niet in je hoofd met trofeeën, maar ja, op het einde van het jaar ben je toch altijd content als je een sportman kunt lopen. En dat wil toch wel iets betekenen, denk ik, dat je een goed jaar hebt gehad. En dat je een goede prestatie hebt geleverd. Je zegt een goed jaar gehad. Het zijn toch mooie prestaties. Vroeg begonnen met knappe prestatie, Milan Sanremo en de kers op de taart, wat is Tours. Fantastisch. Ja, ik denk dat ik mijn beste jaar tot nu toe heb gehad in 2011. En ja, natuurlijk had ik een hele goede klassieke voorjaar. Het was toch altijd nog een beetje wachten op die grote overwinning en die is er eindelijk gekomen met Paris Tours. Kun je die laatste 5 kilometer nog een keer vertellen op Paris Tours? Die moet toch wel gegrift staan in je geheugen voor eeuwig en iedere dag. Ja, het was wel, ik was wel gefocust dat ik niet meer niet mag verliezen. Dat ik zeker niet tweede mag zijn, omdat ik zo'n kans krijg er nog niet elke dag. En ik wou echt gefocust zijn op die overwinning, dat er niets mag fout lopen. Dat ik de juiste versnelling pakte, dat die me zeker niet klopte, omdat ik toch niet zeker was in de sprint, omdat is, Mercato is ook geen trage. En ja, als je dan over die meet komt, heb je toch wel het gevoel van eindelijk een beet. Dat zijn de momenten waar je het voor doet. Dat doet eigenlijk. Nu, als je het ganse seizoen 2011 bekijkt, wat waren zo voor u de hoogtepunten? Uiteraard Paris-Tours, maar daaraan voorafgaand. Ik denk dat ik vooral mezelf een beetje teruggevonden heb in de klassiekers met een goede Milan Sanremo. Dat gaf als goed voor het vertrouwen. En dan ben ik terug beginnen winnen in Oostenrijk. Heb ik de Ronde van Wallonië kunnen winnen. Goede San Sebastian gereden met een derde plaats. En dat zijn zo ja, punten waar je je vertrouwen goed kunt opstapelen en ja, dat je dan hoopt voor een goede grote klassieker te winnen. Het was vooral een bijzonder sterk najaar dat je fietste eigenlijk. Ja, dat was eigenlijk toch wel de uitschieter eigenlijk aan het einde van een zwaar seizoen. Ja, ik heb een half jaar op een goed niveau gereden en ja, op het einde van het jaar kwam die grote verwinning bij. Nog een goede Lombardij gereden. Ja. En ja, dat gaf enorm veel voldoening. Greg, ik weet dat een sportman kikt op de Olympische Spelen. Augustus 2012, Londen, ambities ervoor? Ja, zeker. Ja. Ja? Ik denk dat als atleet zijn je altijd gefocust op die grote doelen. En dan ja, hoop je één keer mee te gaan naar de Olympische Spelen. In Peking was ik er tijd bij, denk ik, maar hebben ze mij niet meegepakt. En ja, dit jaar is toch een omloop die mij ook goed liggen en hoop ik zeker mee te gaan naar de Olympische Spelen. Omdat, ja, het is maar om de 4 jaar. Om de 4 jaar, ja. Ik ben nog een redelijk jong, maar zoveel kansen krijg je niet meer. Nee, het is altijd een doel voor dit jaar erbij te zijn. Je zit toch in een bijzonder sterk team. Torussoft, Kendall Adams, Philippe Gilbert, Greg van Avermaat. Hoe kun je dat allemaal verzoenen in één ploeg? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Hè. Ik denk dat het management er wel heel veel in gaat bepalen. En ik denk dat ik ben heel tevreden met de ploeg. Ik ben vorig jaar veranderd. En ze hebben mij veel dingen gezegd die uitgekomen zijn. En ja, ik heb gewoon vertrouwen van de ploeg gekregen voor dit jaar hetzelfde te doen. En ik denk dat ik dit jaar wel zou moeten werken in een aantal wedstrijden voor Gilbert of voor andere kopmannen. Maar dat is wederkerig waarschijnlijk. Ja, ik denk dat ik ook mijn eigen kans ga kunnen gaan. En ja,
dat is ook een pluspunt dat niet alle druk op mij komt en dat het misschien spreid zal zijn. Een keer over een andere boeg. Jij, het boegbeeld van Hamme Zogge, hoe kom jij in Berlade terecht? Dat was eigenlijk, we waren aan het kijken voor een appartement voor te gaan samenwonen of voor een huis. En dan is eigenlijk ons ook gevallen op dit appartement, omdat de huisbaas is van Berlade en is de schoonpa van Elma, broer. Oh. Een beetje ingewikkeld. Ja, ja, ja. Maar toch zijn we zo hier geraakt. En, ja, het is ook de omgeving die mij aanspreekt. Het Donkmeer, de bossen, de grassiebossen. Een trainingskader voor de profielrenner van uw niveau waaruit je bestaat. Dus vandaag, wat heb je vandaag gedaan eigenlijk? Vandaag ben ik op de piste te rijden, omdat ik fris was. Heb ik op de Baarwezen in Gent wist te trainen. En probeer vooral af te wisselen vanuit Berlage, zit er redelijk krap in Leiden en Vlaams Ardennen. Dat is ook nog een goede route voor te volgen. Ik rijd ook liever iets bergop en de andere kant is allemaal vlak. Dus trek ik meestal de kant van de Vlaamse Ardennen uit. Ja. En hier in de bossen van Grassiebossen kun je in de mountainbike uitleven natuurlijk. Greg, mag ik met u een tiental snelle vraagjes doorlopen? Greg, nu is het spannend. Ronde van Vlaanderen of Belgisch kampioenschap? Ronde van Vlaanderen. Bier of wijn? Wijn. Kiekeboe of Suske en Wiske? Kiekeboe. Nijs of Albert? Albert. Giro, Tour of Vuelta? Tour. Stek of paling? Paling. Darts of bowling? Bowling. 54-11 of 39-23? 54-11. Zoon of dochter? Zoon. Ja. Namens de sportraad van Berlaar was het schepen van sport Tom Temmerman die de trofee overhandigde aan Greg van Avermaat, Sportlaureaat 2011, gemeente Berlaar. Hartelijk gefeliciteerd en hopelijk nog vele jaren. Ja. Greg, bedankt om ons te ontvangen. Veel succes in het lopende wielerseizoen. Maar ik zou met jou graag nog een deal maken. Ja. Je weet, de sportraad organiseert op 18 november voor de tweede keer de runbike. Jij wereldkampioen in Valkenburg. En je doet mee aan de runbike. Deal? Ja, deal.